Terwijl men stiekem rondkijkt wie nog een klant is. In Holland doet men altijd alsof er niets aan de hand is. Dat is ook wel een mooie. You are a problem. You haven't got a problem. You haven't got a problem. You are the problem. Het gaat nog te ver. Newton's world. Waarom? Oh nee, I'm scared of nice music. Van Zanten belde net, hij is net op station Rotterdam station aangekomen. Waar moet hij vandaan komen dan? Amsterdam. En hij vroeg, je moet beginnen te filmen wanneer ik er aankom. En hij komt in pak. Hoe lang doet een volwassen kerel erover om van de centraal station Rotterdam naar... 20 minuten, dat is alleen maar de culturele as over. Ja, daar blijf je misschien wel voortdurend steken. Omdat er voortdurend zoveel te zien is. En te ondernemen. Dus je denkt van, laat ik hier bij stilstaan. Komt er nu koffie? Ja, dan komt die koffie. En hoe lang gaat dat duren? Het kan kort zijn, misschien. Er is geen indicatie te geven of dat erg lang gaat duren. Zodat we misschien ondertussen nog iets anders kunnen doen. Ik denk dat het kort duurt en dat we niet toe zullen komen aan meer onderwerpen. Maar. Dus we wachten op de koffie. We wachten even op de koffie. Koffie. Het is een beetje een filosofische man. Henry van Zanten. Dat las je ook wel net. Van die papiertjes. Maar als Henry en ik gaan praten, dan krijgen we meestal ruzie. Altijd. Meestal krijgen we dan ruzie. Heel stil, heel onderhuids hoor. Maar dat merken we dan een jaar later. Dus dan denk je van, hey, wat heb ik van Zanten alweer lang niet gezien? Een jaar. En dan blijkt dat het dan toch iets speelde. Dat is mijn fout. Ik moet zulke dingen eerder in de gaten hebben. Ten slotte rekening is hij nou gewoon mijn gast. Dat is een extra verantwoordelijkheid is dat. Entree. Binnenkomer. Ik was aan het ook in binnenkomen. De zon is weg, joh. Het mooie licht is weg. Nou ja. Kijk, herfstgasten is op zich best wel een leuk programma. Want we hebben hele leuke gasten. We hebben een filosoof. En daar ga ik ook mee praten dan. We hebben een theatermaakster, kinderboekenmaker. We hebben een politicus. Wie hebben we nog meer? We hebben een choreograaf.
We hebben misschien nog een filosoof, maar ik denk niet dat die wil. Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. We hebben een componist. Allemaal Rotterdams. We hebben een taalwetenschapper. Dat wordt ook leuk. Wat hebben we nog meer? Ja, dat is voorlopig wat ik heb. Dus ik denk dat ik toch wel het hele... Een hele scala van gebeurtenissen om en rondom het culturele hart, de culturele bezieling, de culturele ziel van Rotterdam en omstreken te pakken heb daarmee. Mijn stoel voor... Nee, ga lekker zitten waar je wil. Jaag hem er vanaf. Oké. Ik vind het heel moeilijk hoor. Oh, al die persoonlijke dingen altijd, hè. Kijk. Gevoelig. Oeps, het licht. Het licht. Gevoelig het licht. Ja, dat is mooi, ja. Het is heel poëtisch eigenlijk. Gevoelig het licht. Ach, ja. Fijn dat je toch nog gekomen bent. Ja, sorry, ik had persoonlijke problemen. Wil je doornemen? Nu of later? Nee, niet. Wil je niet over persoonlijke dingen gaan hebben? Nee, zeker niet. We gaan gewoon... We gaan gewoon naar het werk. Juist. Maar ik had wat vragen wel. We hadden afgesproken dat ik wat vragen zou stellen. Oké, okay. Ik zou zeggen doe maar. Maar jij hebt gezegd doe maar. Yes. Henry, heb jij je hobby's? Nou, ik moet zeggen, hobby's. Een hobby is een vrijblijvend iets, toch? Een hobby betekent dat je iets doet wat je eigenlijk niet echt wil doen. Is dat inleiden? Ja, ik bedoel, je bent de gast hier. Ja, wel, maar misschien heb je al genoeg. Dat je zegt, nou, hier kan ik al wat mee. Nee, maar ik bedoel, hobby is een woord voor mij dat begrijp ik niet. Goed. Waar kom je vandaan? I'm just surfing on ideas. I don't want to reach a beach. En waarom heb je een stropdas op je neus? Nou, het zit op mijn voorhoofd, maar... Nou, je voorhoofd zie ik nog, maar je neus bijna niet meer. Oh. Ik ben een beetje vervreemd van de Nederlandse maatschappij, moet ik zeggen. Sinds 30 en 20 procent seconden geleden. Is er toen iets gebeurd? In het bijzonder? Het is gewoon een pure inval. Pure inval? Ja, ik ken het niet meer. Ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp er niet van. Je zou in een prachtig pak komen. Laat het zien. Ik zou je jas wel aanhouden, want die is hier stervenskoud als je hier lang... Nee, dat doe ik wel als koud. Goed. Ja. Wat ik hier vind is het volgende. Je leeft niet door elkaar heen. Je leeft door elkaar. Goed. Wat ziet er bleek uit? Ik weet het. Ik ben pigmentloos. Ik ben de kleinste etnische minderheid van Nederland. Geen pigment. Ja. Dat is zo. Ziet de camera dat? Weet ik niet. Moet je vragen. Ja, dat vraag ik. Ziet de camera dat? Maar die anderen zijn toch bruin? Dus is de natuur heeft mij geen pigment gegeven. Oké? Dus het maakt mij niet uit. Ik bedoel, het interesseert me niet. Ik heb een lichaam. Alleen maar lastig af ik en toe. Ik kan bewegen, misschien. Dus zon moet ik vermijden. Dat is alles. Oh, daarom? Dat is
luisteren. Oh, daarom, daarom, daarom. Kijk, het commentaar Fake de Jonge betekent dat Freek de Jonge doet alsof hij socialist is, maar dat is hij niet. Wat is hij dan? Een jup. Dominee-zoon. Een dominee-zoon. Ja. Jup van het Hek is uiteindelijk gewoon puur bezig met middelklas, maar hij doet alsof hij arbeid is verdeeld. Dus Jup van het Hek. Ja. Dat is een totaal interessant. Ja, ik dacht toch leuk om even over collega's te hebben, toch? Of niet? Nee, zeker niet. Ik bedoel meer voor hem, niet voor jou. Dus in wezen, Jean, het gaat uiteindelijk om jezelf buiten het proces laten. Dus dat het niet gaat om dat jij bepaalt hoe het gaat, of ik bepaal hoe het gaat. Dat wij een gesprek voeren nu van dat jij stuurt of ik stuur. Nee, dat je samen iets ontdekt wat je niet kent. Dit kaart hier. Life is a bitch, and then you switch. Ja, daar gaat het om. Je bedoelt, wanneer dat eenmaal maar duidelijk is? Geen bewijsvoering. Goed. Geen bewijsvoering. Ja, het gaat niet om dat ik gelijk of jij gelijk heb. Nee, het gaat om dat je elkaar probeert te begrijpen binnen de essentie van het niet weten. Dat las ik hier ergens ook. Iets weten was de foundation of de doubt of iets dergelijks. Ja, dat is een grappige vraag. Zeker. Die vind ik ook heel leuk. Ja, die vond ik ook wel aardig. Ik ga even tussendoor geven. Life is heavy sometimes. When you realize it always is. Oké. Okay. Waar kom je vandaan? Uit Amsterdam? Ja, ik ben mijn gsm kwijt. Dus, wanneer? Sinds een uur. Ik kom thuis en ik denk, shit, waar is die? Ik ga bellen, moet terug, blokkeren, hele kanker zo. Hé, weg. Even vergeten. Altijd aan mijn riem, opeens weg. Geblokkeerd? Ik heb me geblokkeerd. Oké. Okay. Mooi. Goed. Waarom wil je me interviewen? Nou, ik wil die eigenlijk niet zozeer interviewen. Ik wil die. Je bent onderdeel van de herfstgasten. En de herfstgasten bestaat eruit. Onderdeel? Nou, je bent is het een auto of zo? Herfstkast is een verzameling uitzendingen en dit is er één van. Ah, oké. Okay. Je bent één van de uitzendingen. Je bent één van de uitzendingen. Onderdeel vind ik niet erg, maar ik bedoel. Ik druk me misschien wel. Kijk, een leuke vrouw gebeurtenis. Oké. En de vraag van mij naar mijn gasten was: kom met iets aan. En ja. Dat. Is dan niet zo een interview? Dat is okay. Gewoon omdat je met weinig aangekomen bent. Dus daarom zeg maar, toen dacht ik van oké, laten we dan maar wat vragen gaan stellen. Oké. Okay. Gewoon de. Graag. Dat. We hebben het onderwerp van de dag. En dat is van onze kant de directe vrije tap van Hooidonk. De directe vrije tap van Hooidonk? De directe vrije trap van Hooidonk gisteren. In de UEFA Cup wedstrijd tegen Freiburg. Ik heb geen televisie, dus ik kan niet kijken. Dan gaan we eraan voorbij. Heb jij nog een... Waar gaat het over? Wat was de essentie van die vraag? Nou, dat hij gewoon zo waanzinnig mooi was. Wat deed hij dan? Hij geeft een vrije trap. Nou ja, kijk, je hebt dan hier zeg maar het goal. Ja, oké. Okay. Hoppakee. Dat snap ik, ja. En hier die andere. Ja. En ze hadden in Rotterdam gewonnen met 1-0 van die Freiburgers. Oké, okay, cool. Eerste helft staan ze met 2-0 achter. Oké. Okay. En dan liggen ze er dus uit. Ja, oké. Okay. Matig spelend Feyenoord. Hard werkend. Maar Van Hooijdonk krijgt hier een vrije trap. Oké. Okay. Met daar een muurtje. Oké. Okay. En hier allemaal mensen. Oké. Okay. En hier een keeper die zich... Ja, hier. Oké, okay. En die bal die gaat... Sjoepie! In die kruising. Net naast die paal. Net aan de binnenkant. Wow. Onhoudbaar. Pats. Hoe trap je een bal in een boog? Nou, een boog is relatief, hè. Kijk, zo is ook een boog meer, bijvoorbeeld. Oké, okay, goed. Dat was een mooi boog. Dat was een mooi boog. Kijk. Fijn, hè? Ja. Dat zijn dan toch de topmomenten van zo'n dag, denk ik. Ja. En je kunt van alles vinden en kun je over van alles. Maar dit vind ik eigenlijk een topmoment. Mm.
iemand zijn vakkennis toepast. Ja, precies. En dat dan meteen ook uitbetaald ziet. Ja. Want uiteindelijk werden het 2-2. Ik neem een slokje. Ja, dat is goed. Ik heb ook even. Heb je nog een sigaretje van mij? Heb jij, rook jij? Hm? Ja, dat was ook een vraag. Ooit gedacht te stoppen met roken? Nee. Nee? Het is een grote brandstapel. Dus het, is één het leven is één grote brandstapel? Ja, in wezen is dat waar we het over hebben, toch? Kamer, jongens. Goedemorgen. Ja, ze mogen niks zeggen, ik heb ze. Ja, ze mogen niks zeggen. Ze mogen niks zeggen. Jammer is dat, hè? Dan kijken ze niet kunnen kijken naar de kamer. Het is allemaal hetzelfde, toch? Waar hadden we het ook weer over? Je verbrandt. Oh ja, de hele wereld is een brandplaats. Brandstof. Moleculen veranderen in andere constellaties. Ja, zo maak ik van een constellatie moleculen dat een slaapblaadje heet, een constellatie dat poep heet. Dat is wat ik doe. Dat is mijn activiteit. Puur toeval. Want, is dat allemaal puur toeval? Ja, maar voor mij is het heel simpel. Kijk, dus er is een entiteit, van energie en moleculen, die verdwijnt. Dan gaat in de ruimte en de ene neemt ervan en de andere neemt ervan. Het is niet het andijvieblaadje, zijn? Andijvieblaadje. Slaapblaadje. Slaapblaadje. Het is niet alleen dat, het is één molecuul gaat in een hond, de ander gaat in een kat, de ander gaat in een slaapblaadje. Het verdwijnt gewoon, het verdampt. Verdampen heet dat. Maar als je nou teruggaat naar de actualiteit zoals nu is. Je hebt de Joden in de Palestijnen ruzie maken. Je hebt de Amerikanen die Afghanen aanvallen. In naam van Bin Laden, omdat ze door een vliegtuig door een gebouw ingereden zijn. Het gaat allemaal om het gelijk hebben. Hè? Ja. Uiteindelijk. Het gaat om het gelijk hebben. En dat. Ik begrijp het niet. Dus ik snap het niet. Ik snap niet waarom mensen gelijk willen op grond van een soort ficties die ze verkopen aan elkaar. Huh? Ja, nou ja, dat is de franje. God heeft te veel moleculen geschapen. Ik ga helemaal met je mee. God bestaat. God heeft het gedaan. Waarom heeft God het verzonnen? Verveling. Experiment. Spelletjes spelen. Oké. Misschien dat hij zo dat hij gewoon heel erg goed is. Uit pure liefde, kan ook. I don't know what is the choice of life. There are people working in theater, in art, in painting, in music for 10, 20, 30 years and then from one day to the other they leave it. Maybe one day I leave it, I don't know. Probably something with staying alive, you know? To understanding how you stay alive. Where do you live? Where I live? Yeah. I live in Paris. Okay, you told that's right. You live by singing and acting. Yeah. You feel at home there? No. Homesick? I don't have a home. I mean, you're from Hungary. You were born there. You want to go back? No, I'm not homesick. No? I'm homesick for a home that I don't know yet. And what would be a home? The man and the children? No. No? I don't know. You don't know yet? No. You're looking for it? I think home would be working and I don't know. Probably I have a feeling but I cannot define. I don't know. Are you going to? This is a personal conflict. I don't know. Are you going to find out? Do you know how you will find out? I know I'm find out. I know I will find out. Yeah? But how are you going to find out? I don't know. I don't know. Maybe when I go to the grave. I don't know. Oh, okay. No, I don't know. I don't know. Okay, sadness and happiness. I mean, I think you are a very ecstatic woman on one hand. Yeah. And a very depressed woman on the other side. No, I'm not depressed. Not depressed, okay. But you know what sadness is? Yes. Okay. Where's the balance? Between what? The sadness? Yeah. And the happiness. Okay, neem maar met je. En wat is leuk? Wat is leuk? Ogen dicht. Ja, wat is leuk? Ik heb altijd mijn ogen dicht. Ik dat ik ergens op let. Nee. Maar als jij wil zien dat ik mijn ogen dicht heb, dan doe ik ze even dicht. Oké, dan. Ja, dat is. Ja, dat is. Fuck.
Op een gegeven moment dan zijn ze niet leuk meer, hè? Nee, soms dan werken ze niet. Nee, soms werken ze niet, hè? Brain fermentation bomb. Hey, zulke grappige. Dom geboren, nooit iets bijgeleerd. Maar waarom zit jij hier? Ik bedoel, nu heb ik jou uitgelegd waarom... Ik ben uitgenodigd. Ja, maar waarom heb jij ja gezegd? Waarom zeg ik ja? Ik hou van communicatie. Communicatie. Nou. Op welke manier dan? Daar maak ik die kanker zo. Ik ben sap. Oké, nu heb je ook nog een leuk cd ingeleverd. Mag ik dat zo zeggen? De Lucid Terror. Mm-hmm. Dat staat hier nou allemaal op. Try maar, zou ik zeggen. Ja, dat kan hier nu niet. Hè? Dus misschien kun je het gewoon iets over vertellen. Wat er nou op staat. Lucid Terror is psychedelic trance. Ja, kun je iets voordoen? Ja, hey, luister, ik heb een diploma van een school en op een gegeven moment houd ik gewoon op. I'm sorry, I'm very sorry. Nou, ja. CD, die moet je draaien, dan moet je luisteren en dan... Is dat niet een beetje conventioneel om dat zo te zeggen? Van CD, dan moet je draaien. Ik bedoel, je kunt er ook mee frisbeeën, maar je kunt er ook iets over zeggen, toch? Ik heb het al gezegd. Dus dat is geen vraag. Oké, 18-5-2001. Heb je het toen gemaakt of heb je het toen gebrand? Is gemaakt toen. Heb je het in één dag? Het is gewoon een sessie. Het is gewoon een jam session. Dit is een jam sessie? Absoluut. En wie spelen hier dan op? Er zijn twee muzikanten. Die hebben hun eigen instrumenten gemaakt. Het is een boog van metaal van 2 meter. Zo. Er zit een snaar in. En dan die snaar. Eén boog? Ja, het is een boog en er zit een snaar in. Gewoon een boog? Ja, precies. En ze staan daarin en dan kunnen ze dus, er zit een snaar in zo. En die wordt aan de bovenkant en aan de onderkant gemeten door een computer. Dus als ze eraan trekken, ja. Meet de computer. De spanning. De spanning. Richting? Richting. Oké. Je hebt dus een kruis. Hè? Dus als je de snaar zo trekt, ja. Krijg je deze sample. En hem zo trekt, krijg je een andere sample. Als je hem in het midden trekt, krijg je een mix van de samples. Ja. Dus de muzikanten weten niet precies wat ze veroorzaken door eraan te trekken of te plukken of te slaan. Dat weten ze dan toch wel? Nee, het is echt onvoorspelbaar. Omdat die sample niet voorspelbaar is? Omdat je een kruis hebt. Je hebt dus samples zo, en als je dus zo gaat zitten, dan mist hij. Ja, maar dan weet je dat toch? Nee. Het is een intuïtief instrument. Dat ze een vermenselijking, hè, een heel leuk parlementarisch woord gebruiken, van een digitaal instrument. Dus je speelt, maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Twee muzikanten zeg je? Ja. En die zitten met z'n tweeën aan het ding te plukken? Allebei, het zijn drie dan snaren. De een dan de drie snaren. Eén boog met drie snaren? Er zijn drie bogen, twee muzikanten. Ja. En jij bent een van die muzikanten? Nee, ik ben de stem. Jij bent de stem? Yes. En daar kun je alles uithalen wat je wil. Ja, precies. Nee, precies zoals je het zegt. Wat je wil, daar zit dat toeval niet in. Die onberekenbaarheid die in dat centrum, dat kruis wel zit, dat zit in de stem niet. Dan kun je precies doen wat je wil, wat je zegt. Of verspreek je iets? Ik kan niet altijd, als ik iets denk qua zang, kan ik niet altijd het realiseren. Of qua hoogte of qua volume, wat dan ook. Maar je hebt bij een stem meer verbinding met je eigen uiting, zou ik maar zeggen. Wat er nog in zit. Ja. Dus in wezen besluit je meer bij de stem dan dat zij met je instrument zitten. I'll give it a try. Let's do this. Now don't think.
It's all enthusiasm. I hope you don't mind. I'm not smoking while I'm talking to you. You look like a healthy audience to me. You're still in your feet, huh? Okay. Now maybe we should talk about the weather. Yes, let's talk about the weather. Or maybe we should talk about whether we are here or not. That sounds kind of psychedelic, doesn't it? Yeah, well, you're still in your feet. But we all lie down, please. My tongue is a bit strange today. I'll try to be clear, okay? I was thinking about the black hole, and I got a blackout. Well, that's a joke. Even anders. Okay. Zullen we even over politiek hebben? Ik ben uitgenodigd door Knevels. En hij zei van, kijk, jouw kunst is politiek, dus je moet het ook niet effectueren in de kunst. Je hebt je laten... Van de politiek. Omlullen. En om in de politiek te gaan, door Manuel Knevels. Hij zei, jouw kunst is politiek in essentie. Dus wat je doet met je toneel en met je drukwerk enzovoort, is... politiek. Dus waarom zou je niet gewoon politiek worden? Dus begrijp ik niet, maar ga door. Nou, het is wel logisch. Kijk, als je, de essentie van je kunstvorm is dat je daarmee een politieke statement maakt, ja. Dan is het ook logisch om in de politiek te gaan. Nee, het lijkt me helemaal niet logisch. Als het logisch is dat je al met je kunst een politiek statement maakt, waarom zou je dan nog de politiek in gaan? Dat zou je ook kunnen redeneren. De essentie van jou is kunst maken, niet geen politiek bedrijven. Dat, ja, maar daar ben ik wel gestopt. Daar kwam er later achter dat je dat gewoon niet kon. Nee. Je kunt niet. Je kunt wel een politiek bedrijven, maar dan in je kunst, maar niet in politiek. Ik ben gewoon één ding. Ja. Ja, ik praat met mensen ik geef alles wat ik heb. Maar was er een hoop dan? Dat je dat nog even. Want in feite is het natuurlijk heel naïef dat je even nog die 3 maanden gedaan hebt. Was er een hoop dat je werkelijk dan iets anders kon doen? Ik ben het niet mee eens. Ja. Ik was erg naïef. Ja, ja dat lijkt me dan. Nee, absoluut. Wat zo totaal mens. Evident is. Nee, maar had je dan een speciale hoop dat je dan op beïnvloeding. Dat je echt iets anders kon veroorzaken, veranderen? Laten we zeggen, kijk, ik weet dat in Nederland kunst niet serieus genomen wordt. Kunst is gewoon is een hobby waar kijk, af en toe... Kijk, ik weet ook wat dan bij hobby weer terecht zouden komen. Het wordt gewoon af en toe gehonoreerd met subsidies en dan mag je een stukje maken en dan komt er een stukje in de krant, dan komen een paar mensen kijken. Het is... Wat was je hoop? Mijn hoop was dat ik mijn... Wow! Einde uitzending. Het doek gaat weer. Lager al. Het ziet er echt mooi uit met die Eurovacht. Dat loopt dat is een geweldig einde. Het bloed ging af weer verkeerd. Ik denk dat voor de Nederlandse kijkers ook het liefst nog even in het Nederlands kan zeggen. Nee, maar en dan nog een leuk woord naar onze kijkers van Video 2000. Misschien kun je dan een soort van voorproefje van een leuke Video 2000 reclametje. Zit dat erin? Blijf kijken.